kom in mijn stulpje. In de voormalige stortkelder van een oude graansilo heb ik mijn atelier. Zoals je ziet, grote ruimte. Dat zijn mijn modeboeken, daar ben ik nu 3 jaar mee bezig ongeveer. En dat is eigenlijk twee hele fijne dingen voor mij, is klei en mode. Ik maak ook mijn eigen kleding. Dus ik ontwerp ook en dat is nu bij elkaar gekomen. Dus die disciplines, de klei en de mode. En dat vertaal ik dan in dit soort beelden. En dan heb ik nog een hele grote hobby en een fascinatie voor architectuur. En ook architectuur zie je terugkomen in mijn beeldjes. He, dus de strakke lijnen, de gradaties, ook in de fase. Ik probeer altijd iets van de architectuur erin te krijgen, van de lijnen van de architectuur. En dat probeer ik ook. Dit is een vrij nieuw beeldje, maar ook hier zie je strakke lijnen. Het is een figuurtje, maar het is een figuurtje wat niet zou kunnen bestaan. Ze zijn ook, je kunt er omheen lopen op mijn beeldjes. Dat probeer ik, dat is zodat ze van alle kanten leuk zijn. Ook deze heeft aan de achterkant een billenpieper, zodat je het blijft fascineren van welke kant je het ook bekijkt. Althans, dat probeer ik. Voormalig stroomhuisje, wat de fossiele voorzag van krachtstroom, heb ik mijn grote oven staan. Ik heb een schachtoven. Ja, kom erin. Waar ik dus heel groot werk kan stoken. Zoals bijvoorbeeld van een cursist een hele grote engelman. En dat is ook van een cursist. Maar goed, dat kan dus in deze oven. Dat is dus een schachtoven. Die ik met behulp van een motortje bovenop zet. Zo kan ik laten zakken. Dus dat gaat dan over mijn werk heen. Die is speciaal voor mij gemaakt. Want ik wilde per se groot werk stoken. Dus vandaar dat die oven voor mij gemaakt is. Maar ik kan ook stapelen. Dus dan heb ik van die platen en dan stapel ik en dan zakt het eroverheen. En deze is van Karin Bloemen. Of die staat bij Karin Bloemen. En Karin wilde heel graag grote borsten. Dikke billen. Maar wel een slanke taille. Zo zei ze ook, dan lijkt hij op mij. Dan heb ik model gestaan. En die is wel zo groot, denk ik. Dat is echt een mega groot. En zo heb ik er dus meerdere gemaakt. Echt, ja. En die heb ik, dat deed ik eerst. En vandaar ook dat ik zo'n hele grote oven heb. Ik geef dus ook workshops. Niet zo heel vaak, maar af en toe geef ik een workshop. En minimaal 4 mensen, maximaal 6 mensen. Verzorg ik de hele dag. Dus het is koffie, een lunch, lekker werken. In zo'n dag kan je een beeldje maken. Dat wordt dan massief gemaakt en dat wordt later door midden gesneden. Rollen we het uit en plakken we het weer op elkaar. Dan bak ik het. En dan moeten de komende mensen van de workshop nog een avond of een middagje terug om te glaceren. Hele leuke resultaten hebben we dan. De mensen staan verbaasd over wat ze kunnen. Dus echt, ik zou zeggen, als iemand zin heeft, kijk even op mijn website. Dit kun je in 1 dag maken. Dit is een massief beeldje. Geboetseerd. Dus echt met een bonk klei. En later, als het een beetje opgedroogd, rollen we het uit. En in dit geval heb ik dat gedaan met een murette. Dus een houtje waarmee je het naar buiten trekt. En dan droogt het verder. En dan gaat het in de oven. En later wordt het dan geglazuurd. Anne, dankjewel dat je geweest bent. Ik vond het enig om je even rond te leiden in mijn toko. En hopelijk zien we elkaar gauw ergens op een expositie. In betere tijden. In betere tijden in ieder geval. Ja. Dag! Dag.